Welkom bij Visio Wiet Marsum. Hier is mijn Ben. Ik ben Marco. Ik ben fysiotherapeut bij Visio Wiet Marsum. En dat doe ik nu rond 10 jaar hier. En wij zijn in 2013 begonnen bij de triathlon. Dat is een beetje uit de visio ontstaan. En dat is inmiddels een op zichzelf staande activiteit met een organisatie erachter. Ja, de organisatie dit hier, dat wie wel heel dreig. Want begin van dit hier, wie er nog een hele hoop onzeker. Toch alle maatregelen, kunnen we überhaupt iets organiseren? En zei ja, wanneer? Dat wisten we in maart, april nog helemaal net. Als je normaal sprutsen, binnen we rond die tijd al wat met de voorbereidingen. Ongeveer een jaar hier van tevoren. Maar dat kon nog haast net, want ja, we hebben helemaal geen zekerheid. En pas vanaf mei, juni, waren we wat meer mogelijk. En toen ben we de boel weer een beetje op beginnen te starten. Ja, sponsorziekje, de vergunning opvragen bij de gemeente. Ja, dat wie ik al je wat lastig, want ja, de gemeente zit met hetzelfde probleem. Ja, wat kinderen en wat kinderen net. Dus alles, ja, moest ook een beetje sneltreinvaart georganiseerd worden dit jaar. Dus het was een stuk lastiger als de vak in hier. Ja, je moest van tevoren om de dag organiseren te kunnen voor de gemeente wel een aantal eisen voldoen. Ja, het publiek, dat wie wel een dingetje. Moesten je testen van tevoren, ja of nee. Er waren wel wat mogelijkheden, gelukkig. Zag hier we dus geen publiek bij de start en finish. Dat mocht net. Dus we waren lang blij dat we organiseren mochten. En ja, dan merk je wel uit het aantal aanmeldingen dat het ten eerste nog net echt leeft, omdat het een IRO-slijn had. En er wordt nou juist wel wat meer dingen georganiseerd, dus meestal geen keuzes maken. En dan kiezen ze net altijd voor onze triathlon. Er zijn zoveel dingen te doen op het moment. Dus we konden wel merken dat er volle minder deelnemers waren. Maar toen weer de dijder, en dat was hartstikke mooi waar. En ja, dan merk je toch aan iedereen weer dat iedereen blij is dat het weer terug ging komen. Dus de sfeer die dijde wel heel goed. Op de dag zelf, de start, ja, dat ging eigenlijk al je krek als van alles. Het ging al je vlekkeloos, het ging zonder valse start in één keer goed. Ja, meestal ging heel gemoedelijk, hier wel begrip voor de situatie, dat wij bepaalde maatregelen moesten treffen. En ja, ik had van deelnemers, maar ik uit het publiek ook alleen nog maar positieve geluiden. Ja. Zit ik op squallen, op het mannencollege, in de 3e klasse. En ik heb richting koord techniek en ontwerpen, omdat ik dat best wel leuk vind. En dan kun je al die verschillende dingen doen. En nou, boeten het stokken hier een dag van keertje in de zimmer. Dat vind ik ook wel leuk. En dan ben ik ook wel zo'n vriesjes, maar dat is het heel leuk. Nou, ik ben Geertje, ik ben de man van Femke. En ik zwaar je altijd een beetje voor de catering als we fut binnen. En de meesten die langskomen krijgen altijd een bakje koffie en even wat lekkers. En als het aan de race weer gebeurt, dus dan ben ik degene die alles een beetje skim maken. Dus de helm en de bril wordt even uit elkaar halen en de klingen weer even nice, jongen. Dus dat is een beetje mijn taak. Ik ben Tjerk, de hoid van. Ik heb vroeger zelf ook altijd rijden. Treedje niet lang in de vrije standaard. En daarna heb ik het zien hier wedstrijdleider geweest in Emmen, op de speedwaybaan. Nou ja, toen was Femke 11, toen ben ik een beetje met de hobby vast begonnen. Gaan we de auto kleermaken en met hulp van Sjoerd en Henk
zodat we dat in de regel altijd de reparaties van thuis uit maken kunnen. Dat doet thuis. En nou ja, zou hij nou eens een keer weer voor de wedstrijd. Ik ben eigenlijk begonnen, nou ja, ik ben van jongs af aan bij de cross. En in de Bernen wonen we. En mijn hart had vroeger ik rieden. Die had in de vrije standaardklasse rieden, zoals het nou hier. En nou ja, ik heb vroeger een F3 gehad. Dat is wat liefste stokken. Daar heb ik wat demo's met die op Emmen. Dat vind ik wel heel leuk. Daar heb ik nog foto's van. En nou ja, toen was ik 12. En toen hebben we een auto van me gekocht. En ja, het is een juniorenklasse. Van 12 tot 16 hier. Dus daar riet ik dan in. Hier zie je de motor die erin loopt. Het is een Ford Taycan motor met 12 liter en hij heeft 120 pk. En nou ja, iedereen heeft of een Taycan motor of een Pinto. Ik heb 12 verschillende rieden. En dat is ik zo bij de senioren. En bij de Formule 1 heb je een V8 erin, dus hij heeft ook meer pk's. Nou, voor de stokker in heb ik speciaal kleren nodig. Over, nou, hieronder heb ik brandweerende kleding, een broek en een trui. En dat is brandweerend, want dat, als je bijvoorbeeld vuur of zo ergens krijgt, als het in de brand gaat, dan komt het net gelijk op je lichaam. En nou, de roer heb ik overal. En dit is een baklaver, die heb ik dan over de holle heen. En dan de helm en de bril. En de handschoen. En dit is mijn tuigje. Die zit dan, om me heen. En dan ga ik in de auto zitten. En dan komen de riem komen hier doorheen. En dan, nou ja, ik kom mijn schouders en hier en hier waait. En dan zit je gewoon heel goed vast. En de helm, die zit, even zien. Die zit hier ook vast. Zodat je net helemaal mooie holle heen weg kunnen. Dat je, zodat je een klap krijgt. Dat je dan net mooi holle helemaal naar voren gaat en zie het rek omkomen. Dus ja, dat is eigenlijk voor veiligheid. Nou, deze stokker is van stokker junioren rieden. Dat is een nou ja, klas van 12 tot 16 hier. En het is een mooie opstapklasse om naar de stokker van senioren te gaan. Of naar de stokker F1. Mooi voor je achterin, dat is wat groter. En nou, het is een non-contactklasse, dus je mag net drukken. Mooi bij de senioren en de Formule 1 voor. Nou ja, het is ja, non-contactklasse en we rijden op tijd. Zie je roet zien. Omdat het, nou ja, het heel snel heet en daar hoor ik wel van. En het is altijd heel gezellig met iedereen. En een leuke vriendengroep. En gewoon ja, de snelheid en alles. En ja, het smaardig wordt niet wat de baan wie het is. Ik ben Evi, Brouwer de Boer. Ik ben trouwd met Sjoerd Brouwer. Ik ben van dier
62 jaar getrouwd. Ik heb twee dochters, Sibrine en Aukje. Sibrine is 60 en Aukje is 53. Wij wennen in Wietmarsum. Ik ben al 80 en ik ben van 5, dus ik heb 64, 64 hier op gymnastiek zitten. Ik mocht graag in Brugge Ongeliek en de ringen. Dat weer wel een van mijn favoriete dingen. Wij hier vroeger, dan moesten wij bepaalde oefeningen al hier leren. En dan kregen we, als we dat goed konden, dan kwam er een van het hoofdbestuur, nam wij dat. Misschien wie dat wel helemaal net zat, dat weet ik net. En die nam dat dan over en dan moesten wij die oefeningen doen en dan kreeg je cijfers ervoor. Dat was eigenlijk mijn enigste prijs, want volgens mij ben ik nooit clubkampioen geworden. Want er waren beter dan ik. Ja, het hoogtepunt vond ik wel dat 50 jaar bestaan. Dat gingen we bij Kaperis en er kwamen een heel soort oude leiders die thuis lesjongen gingen, die we ik nog wel kon. En na de tijd hebben wij een oefening gehad op het sportveld. Ja, dat feestje was heel leuk. En wij gingen een bestuur, Klaas Westra, Albert Appie van Alst neemden bij hem en Sjoukje Kooistra. En uw huid zit er toen nog in. Maar uw huid is hier net op een foto, die had er toen ik net west. Maar het was op zich hartstikke leuk. We hebben verschillende leidingen gehad, dan hebben we die en dan die. En maar het laatste gingen we Jannie Intema en daar wie ik altijd oefenwijs mee. Jannie kon heel leuk lesje aan. We kregen van alles wat en ze hameren er altijd op evenwicht. Dat is goed voor hem en dat moet je hem goed op oefenen. Dat deden wij ik altijd trouw, maar we hadden ik wel een heel soort willen. Want het was ik wel een beetje ontspanning voor ons al jaar, want wij moesten net zo volle meer. En als we dan in januari weer begonnen, dan hellen Evi de glesjes op en dan maken ze advocaat, slagroom erop en dan namen we altijd even een slokje. En dan zijn die vrouw die wilden ze, we zijn onwennig van die. Nee, net van die, maar van die advocaat. Vroeger was er alleen nog maar gymnastiek. Dus dan had ik net volle keus. Van famkes was er eigenlijk helemaal niks. Maar ja, het is nou al je, ze hebben nou volle meer, dus ze heb ik volle minder tijd om op gymnastiek. Ik denk dat het gewoon ik aanneemt. Bij de kleuters net, want ik heb hier in de kleutersleesjond. En dat vond ik wel altijd heel leuk en dat is dan het begin. Ja, ik vind gymnastiek van lietse band heel belangrijk, want ze leren evenwicht en kaprollen en van alles wat ze heel leuk vinden, draven, springen. Vroeger dan de Wiedrik was in die koer net kroepen. En dan zijn ze altijd, dat moet je ze leren. Want je moet de hand fruit hebben, want als je vallen, ben je ons altijd te let. Dat zou je ook geld. Die leerde Kimberly kroepen, want die kon net kroepen. En ze zei dat vaak valt, dan had ze de hand. Dan, ze zei, hij kroepen, dan hij de hand fruit. Us junioren wonnen de Jong Nederlands Partij. Hun grote zilveren bal, maar wat kan er nog bij? Ter ere van uw koningin, wie der een defilé. En aan de aand en huid de stenen voort van Keersboerree. In Amsterdam een mooie dag, maar wat bijzonders bracht je mooi. Huid de Zieltstra is nou een verneemd persoon. Meisje mooie witte broek van Master Bergsma. Ons zit die der Sasboek in het Olympisch Stadion. Master Dream van Gouden blikjes on zijn pantalon. Ja, die huidte is nou nummer 1 op Frieske Groen. Huidte tussen Elfa Vliet en van die blanke schoen. Uit. Thank you.
Flora Visser. Ik ben de voorganger hier bij de doopsgezinde gemeente in Witmarsum. Nou, we zijn hier op de streekmarkt, vlakbij onze kerk. En dit is nu de derde keer dat we de streekmarkt organiseren. De eerste keer was in 2018 toen Menno Simons Groen in de zomer te zien was in het Groencentrum. En daar hadden we het heel veel over duurzaamheid. En bij duurzaamheid hoort dat je ook je producten lokaal koopt. En toen is het idee ontstaan van een streekmarkt. En nu is het al de derde keer en het is wordt steeds meer lokaal. Dus er zijn veel mensen uit Witmarsum en vlakbij die hun producten hier verkopen. Nou, we hebben nu van de coronacrisis geleerd wat het betekent dat je overal alles uit de hele wereld haalt. En wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En wij zijn met die streekmarkt bezig om juist dat lokale te benadrukken. En ons bewust te worden van hoeveel we hier vlakbij ons voorhanden hebben. Zodat we dat hier kunnen halen en niet in China.